Ik heb mijn klachten gegoogeld en ik kom zowel uit op angst als een depressie. Is dat normaal? Dat is echt een enorme overlap waarvan je eigenlijk denkt zo van, hé, hey, moet je die dan nog wel uit elkaar trekken? Je merkt dan toch dat het een ander type vluchtreactie is. Dus dat het stresssysteem wordt aangezwengeld en waarbij je bij angst dus eigenlijk veel meer in die overalertheid gaat. Ga je dus bij een depressie wat meer in de ik geef het op modus. Dat heeft geen zin meer. Dus de depressie die maakt je heel erg moe, heel erg lusteloos. En die vertraagt je eigenlijk heel erg. Terwijl de angstkant die heeft iets van, ik moet de controle terugpakken en ik ben alert. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en waardevolle informatie en tips met jou delen. Mijn naam is Chris, huisarts in SP, en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we weer een vraag gekregen van een van onze luisteraars en die luidt als volgt: Ik heb mijn klachten gegoogeld en ik kom zowel uit op angst als een depressie. Is dat normaal? Googelen van klachten, hoor je dat uh, vaak in de huisartsenpraktijk? Volgens mij elke dag. Ja? Ja. Ik, uh, en wat ik dan altijd zo komisch vond, was dat, er, dat, dat iedereen aan het googelen was. Mm -hmm. En dat je dan als arts, als je een keertje iets googelt, een of andere bijzondere medicijn of bijzonder beeld, dan is het gelijk, oh ja, de huisarts die googelt. Ik ben ja. zelf van, hé, hey, wij zijn ook mensen, hè. Wij, wij googelen soms ook. En soms willen we, en nu hebben we zelfs ChatGPT dus nu wordt er zelfs gechat-gpt. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een verschil, hè. Dus, dus als je arts googelt, dan doet hij dat vaak omdat hij... Toch een verlengde van iets wil weten. Ja, precies. En um, ja, het, het is ook natuurlijk heel erg lastig om alles direct paraat te hebben, omdat de huisarts, de huisartsen, de huisartsgeneeskunde, zo'n breed vak is natuurlijk. Ja, precies, precies. En is het ergens dan ook dat je denkt: hé, hey, het is ook wel positief dat mensen googelen? Tenminste, um, dat ze zichzelf er al in verdiepen, of dat ze al met dingen komen waar je misschien zelf niet direct aan zou denken? Ja, dat ligt er een beetje aan, denk ik. Want ik denk dat het bij sommige mensen juist heel fijn kan werken, want het kan juist geruststelling geven. Bij andere mensen kan het juist olie op het vuur gooien. Ja. En daar weet jij denk ik meer vanaf. De hypochonders die, die, ja. die zoeken eigenlijk bewijsstukken om hunzelf nog ongeruster te maken. Dus dat angstsysteem staat helemaal aan. En, en, en ze scannen door Google heen en alles wat negatief is en wat mogelijk het ernstige, meest ernstige scenario is, dat nemen ze mee. En ja. dat is dan de conclusie. En dan, uh, ja, dan, uh, dan gaat het fout, denk ik. Dan worden Met ze je heel selectief bang. waarnemen gebeurt er dan... Precies. dus je dus eigenlijk wacht uh, op die bias, dat, uh, dat je eigenlijk dat je alleen het negatieve ziet en onthoudt. En uh, ja. als arts kijk je er veel neutraler naar. denk je ook aan de prevalentie, hoe vaak iets voorkomt, hoe waarschijnlijk het is. Ja. Of je alle symptomen hebt. Ik kan me vooral herinneren dat dan uh, als je iets googelt, dan, uh, ik weet niet of het een grap is of echt is, maar dat er altijd standaard bij vrouwen uitkomt, je bent zwanger. Op het moment dat je welke klacht dan ook googelt, dan was het altijd daar een, oh. uh, en mogelijk iets van. Ja, nou, bij zwangerschap gebeurt er natuurlijk van alles. Maar ja. wat mijn ervaring meer is, is, dat je altijd op kanker uitkomt. Ja. Nee. Want ja, je kan elke weefsel die zeg maar zichzelf kan repareren en zichzelf zeg maar kan herstellen, heeft ook een kans dat die herstelmechanismen uit de hand lopen, waardoor ja. het kanker wordt. Dus elke cel kan ook een kanker worden in theorie. Maar hoe groot die kans is, ja, die is, die is, die is vaak gewoon. Minimaal. En dan kijken we inderdaad naar leeftijd. Kijken we naar leefstijl, kijken we naar klachten, kijken we naar beloop. Dus als je klachten hebt, Google gewoon niet en uh, ga gewoon naar je huisarts. Of laat je partner googlen op het moment dat jij er uh, misschien gevoelig voor bent en je partner er wat ra rationeel en uh, objectiever in staat. Want die heeft natuurlijk niet die emotionele lading. Dus die kan misschien ook uh, ja. met je meedenken. Die kan er de... misschien inderdaad wat uh, nuchter naar kijken. En als je zorgen maakt, gewoon naar de huisarts gaan. Welke ja. klacht je ook hebt? Lichamelijk, mentaal. Naar de en als je de sombere klachten hebt of defensieve klachten, kun je natuurlijk ook onze, onze depressiecheck invullen. <coughs> dat, dat, dat is een lijst die gebaseerd is op eigenlijk vragen die wij als professionals stellen aan onze patiënten. <coughs> en uh, die vragenlijst kun je vinden op wwwchristenaasjanl depressiecheck. krijg je een score uit en dan krijg je ook een vinkje van: hey, wil je dat wij meedenken? En als je dat wil, dan uh, denken we graag met je mee en kijken wat voor jou de oplossing kan zijn uit jouw depressie. Maar terug naar de vraag: ja, een mooi bruggetje heb je gebouwd, want het ging over angst en depressie. Geloof ik. Hè? Ja, precies, precies. Want is het normaal dat je zowel angst als depressie kunt hebben? Ja, dat kan zeker, dat is inderdaad uh, normaal. Dat komt vaker voor. Ik denk wel dat uh, op het moment dat je met angstklachten en depressieve klachten bij de psycholoog komt, Um, dat er vaak wel één meer op de voorgrond staat. En dat dient ten gevolge dat de, de behandeling ook eerder gericht zal zijn op één op de twee. Maar eigenlijk statistisch gezien weten we gewoon dat twee op de drie mensen met een angststoornis... en dan heb je natuurlijk nog heel veel variaties welke type angststoornis... maar twee op de drie mensen met een angststoornis die heeft vaak ook een depressie. En andersom, ook als je naar een depressie kijkt. Um, ik geloof dat ongeveer de helft van de mensen ook een angststoornis heeft, gegeneraliseerde angst, en één op de vijf ook tegelijkertijd een paniekstoornis. Mm. Um, dus dat is eigenlijk een hele grote overlap. En in mm. de psychiatrie noemen we dat dan comorbiditeit, um, maar dat is echt een enorme overlap waarvan je eigenlijk denkt zo van, hé, hey, moet je die dan nog wel uit elkaar trekken? Ja. Yeah. Maar er zitten ook heel veel verschillen in op het oppervlakte, dus dat, dat maakt het wel een heel interessante vraag. Ja, want als we het even uit elkaar trekken, dus wat je zegt is eigenlijk dat mensen met een depressie vaak angstklachten hebben... en mensen met angstklachten ook vaak een depressie hebben. Ja. En dat zijn ongeveer 50 procent. Ja, hangt een beetje ervan af. Want inderdaad, een depressie, dat is um, nou, één stoornis, om het zo maar even te noemen. Uh, maar angststoornissen, dat is eigenlijk een combinatie van verschillende subtypes. Oh, dus het hangt daarvan ook natuurlijk een beetje af. Maar het komt inderdaad, wat je zegt, ontzettend veel vaak voor. Bijzonder. En als we dan kijken naar... misschien eventjes voor angst en depressie voor dummies... Eventjes in het kort, wat is angst en wat is depressie? Ja, dus bij een depressie dan heb je vaak een verminderde interesse... en verminderde plezier in dingen. Je hebt een sombere stemming, dus dat noem je dan negatief uh, affect. Dus mm -hmm. dat je een negatief gevoel bij dingen hebt. En vaak gaat dat gepaard met ook verminderd vertrouwen in de toekomst. Dus echt hopeloosheid. ja um, En angst, dat is eigenlijk veel meer dat, dus, dat je overmatig alert bent... dat je heel erg bezorgd bent juist... En dat je hulpeloos bent van: hé, hey, ik, ik wil of ik moet iets doen, maar ik weet niet wat. En ik word een beetje gek van de situatie. Ah, ja. En dan kan de angst om gek te worden ook weer een uh, angst zijn. Dus misschien was dat niet het uh, beste voorbeeld. Ja. <laughs> ja, toch wel interessant, inderdaad. En, en ik moet dan gelijk denken, inderdaad, van: je zegt dus inderdaad, het zijn twee modi van je lichaam om eigenlijk. We hebben zeg maar ons autonoom zenuwstelsel, mm -hmm. die kan dus in de sympathisch parasympathische zenuwstelsel worden onderverdeeld. En het gaat eigenlijk een beetje om dat sympathisch zenuwstelsel, dat uit fight or flight. Dus vecht of vluchtrespons, of, uh, of, 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 of ja, je hebt verschillende benamingen daarvoor. Maar wat wel interessant is, het heeft dus allebei te maken met dat vluchtgedeelte van ons lichaam. Dus als primitieve wezens hebben wij dus twee systemen waarin we rusten en eentje waarin we gaan vechten of vluchten. Maar het lijkt wel alsof inderdaad dat angst en depressie een onderdeel is van dat vluchten. We ja. zijn die rendieren. Ja, ja dus daar, daar, daar is onderzoek ook wel op uitgekomen. Want het is natuurlijk heel bijzonder dat, dat het zo'n grote overlap heeft met elkaar. En ook als je nog wat meer naar de klachten zelf gaat kijken. Ik kijk, bij een depressie staat dus dat sombere gevoel op de voorgrond. En bij angst staat die overmatige alertheid dus heel erg op de voorgrond. Maar als je naar de, om het zo maar even te zeggen, de secundaire criteria kijkt van een depressie, dan heb je gewoon heel veel overlap. Dan kan je denken aan rusteloosheid, concentratieproblemen, slaapproblemen, negatieve gedachtenpatronen. Daar in, in, in dat soort secundaire criteria zit er juist heel veel overlap tussen ja. angst en depressie. En wat um, onderzoekers dus hebben gedaan, onderzoekers die bedenken altijd van hypotheses, is dus, uh, nemen iets waar in de omgeving, en in dit geval dus dat een hele grote overlap is. En dan gaan ze denken van, nou, dat is wel uh, een hele grote overlap. Dat kan niet uh, toeval zijn. Ja. Yeah. Daar moet een correlatie tussen zitten. Daar moet iets. Uh, en als we daar uh, statistische toetsen aan gaan ophangen, dan, dan is dat geen toeval. Dat moet een gemene delen ergens hebben. Ja. Yeah. En um, wat ze dus inderdaad zijn gaan doen, is ze hebben natuurlijk heel veel verschillende hypotheses, verschillende onderzoeken gedaan. En toen zijn ze eigenlijk achter gekomen ook dat op het moment dat je bijvoorbeeld um, antidepressiva geeft, dat weet jij uh, beter dan ik, dan. Die kan je voorschrijven zowel voor depressie als voor angst. Ja. Dus ook in die beide categorieën, die dus eigenlijk op de oppervlakte zo erg van elkaar verschillen, um, werkt diezelfde antidepressiva. Die werken op dezelfde neurotransmittersystemen in je brein. Dus uh, daarom hebben we hier uh, het mooie brein. Ja. En geen. Uh, nou, ik wou even zeggen van. Uh, moet ik even gaan aanwijzen waar die neurotransmitters zitten? Maar, uh... Nou ja, ja, je mag het altijd erbij pakken natuurlijk, maar laten we het niet te complex maken. Ja, nou, het zit in ieder geval hier in het midden van het, uh, van het brein en het zit gewoon heel diep. Dan heb je hier, um, waar de serotonine de oorsprong zit, en de substantia onder andere, die zit heel diep hier in het brein en die verspreidt zich dan als het ware wijd door het brein. En hetzelfde geldt voor noradrenaline en voor dopamine. Dus ja. diezelfde neurotransmittersystemen, die zijn betrokken bij zowel angst als depressie. En dat wordt dus ook aangegeven met antidepressiva. Ja, precies. Want, Want inderdaad, SSRI's kun je voor beide geven. Hè? Dus de paroxetine of uh, dat soort middelen kun je inderdaad voor beide klachten geven. Ja. Alhoewel wel vaak bij angst, ook als de angst heel ernstig is, bij paniekaanval, ook benzos worden aangeraden. Precies. Maar ja, het, het vervelende met benzos is dat het vaak echt een korte termijn acute interventie is. Ja. Dus als je op dat moment denkt van, jeetje, ik heb er bijvoorbeeld heel veel last van, ik kan niet naar buiten of ik kan iets essentieels niet doen, dan kan je dat voorschrijven. Maar dan wordt dat ook vaak volgens mij maar voor voor een paar dagen meegegeven, omdat het heel verslavend is. Ja, precies. Dus termijn benzodiazepine, dat is niet iets wat we over het algemeen aanraden. Ja, ja en, maar uh... toch, heel veel mensen hebben er last van. Hè? Dus, uh, dus ze noemen ook wel huisartsen drugsdealers, omdat ja. wij benzodiazepine geven. En we doen dat altijd gewoon wel heel streng, althans ik en de collega's die ik ken doen dat heel streng. En je geeft het maar dan bijvoorbeeld één doosje, één doosje mee van zeven of van tien. Maar je merkt toch wel weer, dat vond ik dan ook best wel bijzonder op het speaker, dat er sommige patiënten waren die bleven maar terugkomen. En je keek dan in het dossier en dan zag je echt dat ze per jaar echt tien, twintig keer langskwamen. En dan kwamen ze de hele tijd met een ander verhaal, omdat ze de hele tijd een voorschrift wilden. Ja. Maar ja, dat is dus eigenlijk super sneu, want zo'n iemand is gewoon verslaafd aan dat spul. En zo'n iemand heeft dan wel het idee van: hé, hey, het werkt echt bij mij, dus ik moet dat gebruiken. Maar op een duur is het natuurlijk ook gewenning en je hebt steeds meer van die rommel nodig. Dus op de lange termijn zou ik het eigenlijk, ja, zou ik het persoonlijk nooit aanraden. Want als ik denk van: hé, hey, dit loopt zo uit de hand, dan had ik zo'n iemand al lang naar de psycholoog of psychiater gestuurd. Ja, en, en is daar denk je een, een, een tijdshift in? Als in was er vroeger minder bekend over verslavende effect, effecten en dat we daar nu veel alerter op zijn? Nou ja, er is natuurlijk wel ook aardig wat media-aandacht geweest... Hè? vanwege benzodiazepine. En vooral in Amerika noemen ze het ook een, volgens mij een pandemic. En, uh, ja, daar oh, heb je ook de opiatencrisis. Hè? Dus dan ja, heb je nog een extra crisis erbij voor de pijnstillers. Precies. Misschien dat we het uh, daar een andere keer over kunnen hebben. Of ja. uh, tenzij je nu leuke fun facts hebt. Maar. Nou ja, je hebt dat natuurlijk ook met, met Xanax. Ja. Zelfs uh, best wel bizar dat dat dan door rappers wordt... Gebruikt als van hé hey jongens, ik slik Xanax. Het werd zelfs op een duur gepromoot door bepaalde rappers. Oh dat ja, ik... nu staat me ook inderdaad bij. Ik heb een keer een documentaire van Nicky Jam, een hele grote reggaeton artiest uh, gekeken. En die was ja. zelf ook verslaafd, inderdaad, aan uh, pijnstillers aan opiaten. Ja. en opiaten. Die kwam uit Puerto Rico en die uh, ook in ja. Amerika heeft heel lang gewoond. En dat was zijn verslaving, eigenlijk, zijn, uh, zijn hele leven tijdens zijn carrière. Ja, precies. En en. en... Ik denk dat we dat gewoon niet moeten uh, onderschatten. Wat, wat het gevaar is van benzodiazepine en dat soort middelen. Dat moet je gewoon altijd echt. Daar moet je echt goed over nadenken of je dat wil wilt slikken voor de lange termijn. Op de korte termijn kan het geen kwaad. Hè? Ja, dus als je vliegangst hebt en uh, je hebt een bruiloft ja. in Italië. En uh, je gaat zelf trouwen of je beste vriendin gaat trouwen. En je kan echt. Je ligt er wakker van. Dan Precies. is dat absoluut geen ramp. Precies, precies. Of als je moet overbruggen en er zitten soms pieken tussen, dat je echt denkt: van ja, dit kan gewoon niet, of ik kan echt gewoon niet slapen hierdoor. Zo nu en dan prima, maar overleg het altijd met je huisarts. Wees er niet zo, 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 um, zo makkelijk in van: hé, hey, ik zie dat bijvoorbeeld, ik kijk wel eens op Facebook-fora, snuffel ik gewoon rond. En dan zie ik dat mensen gewoon uit het niet zeggen: oh, neem gewoon benzodiazepine, dat uh, werkt echt super. En het wordt gewoon een beetje verheerlijkt. Verheer ja, Terwijl ik denk van, waarschijnlijk hey, omdat het zo goed werkt. Precies, het werkt dus in het, het werkt in Super uh... supergoed, ja. Maar op de lange termijn ben je gewoon verslaafd aan die troep en als je er vanaf wilt, ja, dat kost je ontzettend veel moeite. En dus... zijn er indicaties bedenken waarbij dan lange termijn benzodiazepine wel aangeraden wordt of wordt het eigenlijk nooit, voor zover je weet, aangeraden? Nou ja, kijk, heel veel mensen zitten er gewoon wel aan vast en hebben daar zeg maar een leven rondom gecreëerd. Ja. Maar ja, je weet ook een beetje met dit soort middelen. Um, als je dat een paar maanden slikt, kan je je afvragen wat het effect ervan is. Want, want een beetje de basale farmacotherapie van ons brein en dan echte farmacotherapie voor dummies is gewoon, je hebt receptoren en je hebt stofjes. Mm -hmm. Je geeft een medicijn, nou, je receptoren denken van, wow, er is dus een overvloed aan dat stofje. Maar op een duur ga, gaat jouw lichaam denken van, hey, we hebben al genoeg van dat stofje, we gaan minder receptoren overlaten. Dus je krijgt gewenning op een duur. Ja. Het probleem is, als je dan het middeltje wegneemt, het is een beetje het use it or lose it fenomeen. Dus als jij, als jij het op een duur niet meer gebruikt, dan denk je liggen van: hé, hey, waar is dat stofje? Dit is er niet. Ik slaap hol. Ik creëer heel veel bijwerkingen. En die bijwerkingen zijn zo vervelend: als van rusteloosheid, en, en, en daar kun je ook weer angst en paniek van krijgen. Dat je dan denkt: van ja, dit is geen leven, dit, dit wordt hem niet, ik slik het weer verder. Dus dat is een beetje waar je dan tegenaan loopt. Maar goed, ik denk dat we ook weer terug moeten, want we kunnen eindeloos praten met elkaar, heb ik het idee. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Angst en depressie. Waar ik dan nieuwsgierig ben, naar ben, en we hebben natuurlijk een brein op tafel, wat gebeurt er eigenlijk bij angst in je brein? Want, want moeder natuur heeft dat natuurlijk voor een reden in ons brein ge, geïnstalleerd, als het ware, die systemen. Ja. En het heeft ervoor gezorgd dat wij langer kunnen overleven en al... al Miljoenen of miljarden jaren. Ik, ik ben niet zo goed in de cijfers van hoe, hoe lang wij op deze aarde rondlopen als mensen. Ik groep miljarden, jaren Ja, miljarden jaren rondlopen. Um, wat, wat, is, wat, wat speelt er eigenlijk in het brein dat ervoor zorgt dat wij angst hebben? Ja, de, dus als allereerst, eh, angst is ontzettend belangrijk. Op het moment dat jij niet angstig bent. Nou, kijk maar naar de gemiddelde, laten we zeggen, de gemiddelde peuter die net kan leren lopen. Ja, die, die loopt zo misschien de weg op waar allemaal auto's rijden omdat die denkt, hey, leuk, ik zie een vogeltje of ik zie een, uh, ik zie een bal. En die denkt daar helemaal niet over na. Van hé, hey, die grote stalen, ijzeren machines, die kunnen mij doodrijden. Ja. Dus vandaar, en dan heb je natuurlijk een soort van een extern angstcentrum. Namelijk je moeder die denkt van, uh, of je vader die denkt zo van nee, pas op, kom maar hier. En ja. dan krijg je uitleg van hé, hey, nee, dat moet je niet doen. Want die, uh, die auto's die zijn gevaarlijk. Dus blijf maar gewoon op de stoep. Dus je traint het angstcentrum van het kind door zelf angstig te zijn. Ja, ja, ja. Dus, um, dus dat inderdaad. En um, nou, angst is er dus gewoon ontzettend belangrijk. Ons hele brein die werkt eigenlijk volgens een principe: dat noem je predictive coding. En dat betekent eigenlijk dat alle herinneringen, alle emoties, alles wat je ooit eigenlijk hebt meegemaakt. Dat helpt je om, te om de toekomst te voorspellen. Ja. En je brein, die doet dat dus eigenlijk omdat het zoveel informatie te verwerken heeft. Zowel op het, op het niveau van al je zintuigen. als de interpretaties van alles wat je zintuigen in zich opnemen. En dat doet het puur om je veilig te houden. Ja. Dus alles is bedoeld om je veilig te houden. Dus de reden dat jij angst hebt. is om te voorkomen dat je iets soms gaat doen. waardoor je in gevaar wordt gebracht of dat je letsel krijgt of dat je in het ergste geval komt te overlijden. En daarom is angst dus ook zo'n heel naar gevoel. Omdat je brein denkt, hey, ik geef je liever enorme angst... zodat je verlamt of dat je je terugtrekt... of dat je geen gekke dingen gaat doen. Want ik heb liever dat jij thuis angstig bent... en wel veilig bent en overleeft... dan dat jij uh, stomme dingen gaat doen... waardoor je in levensgevaar komt. Ja. Het enige probleem is dat puur gedachten alleen al... die kunnen dat angstcentrum aanswengelen... En dan kom ik nu denk ik op je vraag namelijk. Ja, we zijn er. <laughs> in we zijn er. We pakken het brein erbij. Um, uh, en dat angstcentrum waar ik het dan over heb, dat zit in de amygdala. Dat zit hier eigenlijk uh, een stukje achter. Echt in het midden van het brein. En dat zit ook in het midden van het emotionele brein. En het heet een amygdala. Dat kan je nu niet uh, van deze afstand helaas zien. Maar dat heet de amygdala omdat het de vorm heeft van een amandel. Kijk, amandeltje. Ja, dus als je ergens in het brein, als je die ooit. Uh, het genoegen hebt om een brein van dichtbij te observeren, dan wel echt allemaal nep. Uh, zoek ik naar een amandelvormige kern, denk je van, nee, hey, ik krijg een beetje honger daarvan. Dan weet je, ik ben bij de amygdala. Ja. <laughs> ja. Um, en, die, en die amygdala, die is dus ook heel sterk gekoppeld aan de hippocampus. En de hippocampus is eigenlijk het Latijnse woord voor zeepaardje En dat is omdat hij nou, eruit ziet als een zeepaardje. Wat al die uh, neurowetenschappers doen. Als ze iets uh, nieuws ontdekken in het brein. of een functie aan een gedeelte van het brein kunnen geven. dan geven ze of hun eigen naam eraan. of waar het op lijkt. Ja, en volgens mij mocht mag, mag je op een duur geen namen meer geven. Hè? volgens mij in de, in, de, in de 20ste eeuw ergens is dat afgeschaft. Want vroeger had je bijvoorbeeld ziekte van Huntington. of ja. ziekte van Parkinson. Maar op en nu mocht je niet meer je naam koppelen aan ziektes, volgens mij. Dus nu oh. hebben ziektes, zeg maar, gewoon een andere... Neutrale naam of ja, zo. Dus stel dat jij uh, nu een nieuw psychische stoornis vindt, dan mag je niet zeggen ziekte van Chris en Aisha of van Aisha. Ja. Het zou, zou een heel mooie, eervolle positie zijn, natuurlijk, als je daarachter komt. Ja, het lijkt dat, me ook wel heel gek als je ziekte, dus... de ziekte van Chris en Aisha. <laughs> ja. Dus misschien is dat in ons geval ook niet zo handig. Nee. Ja, je hebt dus ook uh, hele gebieden in het brein, bijvoorbeeld het centrum van Broca. En dat was dan omdat je erachter kwam dat als dat gebied van je brein stuk gaat, dat mensen heel erg moeite kregen met um, spreken. Uh, met, met spreken, spreken. Ja. ja. Dus die kregen dan hele stotteringen in hun stem en die konden, konden niet meer. Eigenlijk vanuit het brein je stembanden aansturen. Om goede zinnen te vormen. Ja, dus... Maar volgens mij zijn dat ook namen. Hè? Wernike. Wernike, ja, dat is dan weer taalbegrip inderdaad. In plaats van de spraak. Ja, Maar dat is ook weer een persoon. Ja. Waarschijnlijk. Ja, en Broca is waarschijnlijk ook weer een persoon. Dus misschien dat het in de hersengebieden nog wel kan. Dan kunnen we het het gebied noemen. Dus voor de, voor de 40, 50-plussers. Vroeger was echt alles beter. Je kon dus hersen delen en ziektes wijden aan je eigen achternaam. Nou ja, en nu kan dat niet meer. Zeg de andere 80-jarige hier aan tafel. Ja, 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 ja precies. Oké, okay, dus dan hebben we dus angst gehad. Dus inderdaad, bij angst gebeurt inderdaad, ja. je amygdala die vuurt eigenlijk een alarmsysteem aan. En je hippocampus die ondersteunt als soort van geheugensteuntje van hey, dit is gevaarlijk. Ja. En dat vuurt eigenlijk weer de hypothalamus aan. Dat is ook weer een onderdeeltje die jouw zenuwstelsel, dus die fight of flight, weer aanzwengelt. Ja. En je zit dan in een fight modus. En, en dat... bij een depressie, weet je, hoe dat, uh, want dat is wel wat complexer. Hè? Want het is neurobiologisch en dat gebeurt van alles bij een depressie. Ja, precies. Dus eigenlijk het angstcentrum, daarvoor hebben we één duidelijke locatie in het brein. En natuurlijk werkt het natuurlijk samen in een, uh, in een bepaalde cyclus en in een bepaald netwerk. Maar uh, in depressie is er niet één bepaald gebied van het brein. Maar je kan je bijvoorbeeld wel voorstellen dat zeker bij een depressie, omdat je dus lusteloos bent, je hebt weinig energie, um, je hebt tegelijkertijd uh, concentratieproblemen, negatieve denkpatronen. En nou, heel veel van die dingen, dat heeft ook te maken met uh, ook je prefrontale cortex. Dus ja, eigenlijk je vermogen om beslissingen te maken en om je te concentreren. En om daar, iets, um, ja, om daar gewoon iets moois van te maken. Dus um, wat denk ik wel belangrijk is om te zeggen, kijk, soms krijgen mensen de indruk dat op het moment dat je een angst of een depressie hebt, dat je gelijk een hersenziekte hebt. Um, maar wat denk ik het allerbelangrijkste is, is kijk, ook al zijn er tijdelijke veranderingen in je brein, ja, dus je angstcentrum kan actiever worden of minder actief worden. De, 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 het aantal cellen dat in je angstcentrum zit, dat kan groter of kleiner worden. Hetzelfde geldt voor de prefrontale cortex en allerlei andere gebieden. Uh, maar dat betekent niet dat dat chronisch is. Nee, precies, want dus, je zei ook laatst dat je bij een depressie eigenlijk je hippocampus kleiner wordt tijdelijk. Dus je, je geheugen, zeepaardje in je brein, wordt tijdelijk kleiner bij een depressie. Ja, en dat zou misschien dus wel in die, in die zin ondersteunend kunnen zijn voor de ervaring die mensen met een depressie hebben. Namelijk dat je um, dat je het gevoel hebt alsof je wat, um, ja, even onderbieden gezegd dat je wat dommer wordt. Uh, tijdelijk natuurlijk. Of dat je minder goed bij de informatie kan komen. Dat is natuurlijk wel ondersteunend, want dat vinden we dus dan ook terug in het brein. Ja. Of dat je prefrontale cortex wat minder actief wordt. En dat zie je bij verschillende psychiatrische ziekten. Um, maar dat betekent niet dat dat voor altijd zo is. Dat is gewoon eigenlijk een momentopname die ondersteunt van hey, die klachten die je hebt. Nou, dat begrijp ik eigenlijk wel, want als je ja. het op groepsniveau kijkt, dan heb je gewoon een iets kleinere dit of dat. Ja, precies. En we zijn ook een beetje verklaringsbeesten geworden hè, als mensen, dus we willen voor alles een verklaring hebben. <coughs> en dat zie je dan voornamelijk met lichamelijke klachten. <coughs> ja. En eigenlijk en voor zover ik weet zijn daar geen onderzoeken van. Kijk, eigenlijk het enige wat je weet is van: hé, hey, mensen met een depressie hebben bijvoorbeeld een kleinere hippocampus dan mensen zonder een depressie. Nou, binnen die groep van mensen met een depressie zit natuurlijk ontzettend veel variatie. Sommigen hebben misschien een mega-hippocampus, maar gemiddeld gezien is hij wat kleiner. Uh, dus op individueel niveau kan je daar sowieso niks over zeggen. Maar het is natuurlijk ook de vraag van: hé, hey, wat is oorzaak en wat is gevolg? Ja. Want we denken soms van: hé, hey, er is iets mis in mijn brein. Of er is iets. Ik zie dat ook vaak onder onze TikTok-comments, dat mensen denken: ja, ik heb gehoord dat je. Een hersenziekte hebt als je PTSS hebt. Ja. Maar het kan dus ook dat op het moment dat je je depressief voelt, dat je veel minder actief wordt. Dat je hypothetisch gezien minder ervaringen opdoet. Dus dat je die hippocampus minder nodig hebt dan dat die zich dus aanpast op de nieuwe situatie. Ja. Um, dus het is een beetje van, hé, hey, wat is oorzaak, wat is gevolg? Ja, precies, precies. Ja, het is toch zo fascinerend inderdaad. <tacht> Kijk, ik zit wat meer natuurlijk in het lichaam, maar eigenlijk alles in je lichaam regenereert zich weer. We zijn, we zijn niet voor niets miljard, miljarden jaren oud, laten we daar even vanuit gaan, geworden. Als we onszelf niet kunnen regenereren en kunnen ja. bijkomen. Als je ook kijkt dat ons grootste bot eigenlijk van ons lichaam, dus eigenlijk de, de bovenbeensbot. Als het ware. Als die breekt. De femur? Ja, precies. De oh, femur, femur, inderdaad. Ja. Maar als die breekt. binnen zes weken is die weer aan elkaar vastgegooid. En ja. kan je in principe weer lopen. Maar wat je dus vaak ziet. en daar is dus onze grote vriend, dus ons brein. Eh, ook een grote aandeelhouder in. Je ziet vaak dat mensen die maken iets mee. en dat brein. dat onderhoudt die klachtenpatronen. door middel van neurale paden. Dus ja. het wordt een soort van aangeleerde respons. Pijn bijvoorbeeld. pijn is een, pijn is een ontzettend groot probleem. voor de medische wereld. Ja. Want wij willen altijd als artsen weten van hé, hey, waar komt die pijn nou vandaan? Maar als jij drie maanden na val nog steeds pijn hebt in, jou, in, jou, in, jou, in, jou, in je enkel, ja, hoe groot is de kans nou dat, daar, dat die breuk nou niet hersteld is en dat dat het probleem is? Het is vaak het brein die een soort van angstcircuit heeft gecreëerd rondom je enkel, waardoor je dus die klachten onderhoudt. En dat is ontzettend fascinerend. Ze zagen ook bijvoorbeeld pijn, we zien dat ook als iets negatiefs, maar pijn zorgt er ook voor dat wij juist overleven ja Waar dat het... je ook geen gekke dingen gaat doen inderdaad precies en ze zien ook bijvoorbeeld uit onderzoek dat kinderen die geen pijn kunnen ervaren door een zeldzame ziektebeeld die leven ook minder lang ja nee zeker heb ik ook gelezen ook is dat ook niet bij mensen met um, met diabetes op het moment dat die voeten die worden, dan ja. verdwijnen die pijnreceptoren toch ook ja en dat dat dus ook heel gevaarlijk kan zijn want als je een wondje krijgt en je voelt geen pijn en je doet geen ple pleister op je gaat het niet schoonmaken en dan krijg je precies. voor je het weet een infectie en Precies. Sterretje, dus je ziet ook bijvoorbeeld of. inderdaad bij mensen met diabetes... die doordat de, de, de glucose dusdanig ophoopt in het bloed... dat krijg je perifere neuropathie. En dat houdt in is dat dus periferie is zeg maar, in de distale delen van je lichaam. Dus in de, in de verte, om het even zo te noemen. Niet centraal, in de maar de perifer, uiteinde, ja. in de uiteinden ja. van je lichaam. Die, die kleine zenuwuiteindjes die sterven dan als het ware af. Om het even zo te noemen. Waardoor je dus geen gevoel in je voeten krijgt. En je ziet dus vaak bij mensen die dus of diabetes zijn... Of op een bepaalde leeftijd zitten. Of uh, volgens mij zie je het ook bij, bij de lachgasslurpers. Uh, volgens oh, mij hebben ja. die dat ook. Ja, met de, de deficienties gelijk. van vitamine. Die hebben ook, zeg maar, neuropathie. En je ziet bij die mensen gewoon inderdaad dat je hebt dat gevoel in je voet nodig hebt. Dus die pijn, als jij op een steentje loopt, heb je gewoon nodig. En je ziet zelfs ook bij mensen met diabetes dat ze ook bijvoorbeeld een Charcot voet kunnen krijgen. Dus dat op een duur dat de. Dat de botstructuren dus in elkaar kunnen zakken. Maar ja, we dwalen nu heel erg af. Maar het komt er eigenlijk op neer. Al die signalen die jouw brein jou geeft. zijn een soort van beschermingsmechanisme. Maar het is altijd even ook belangrijk om logisch na te denken. van hé, hey, als ik nu al maandenlang last hiervan heb. of jarenlang last hiervan heb. wat gebeurt er eigenlijk? En dat ja. zit dus vaak in ons brein. En dat doen we dus onder andere met het kerntraject. Dus mensen met langdurige onbegrepen klachten, om het even zo te noemen. waar je niet een soort van acute label op kunt plakken. Uh, kijken we vaak vanuit. Het verleden naar zo'n iemand van hé, hey, wat heb je allemaal meegemaakt? Wat is er allemaal gebeurd in je leven dat jou gevormd heeft zoals jij bent? En we kijken ook naar jouw brein. van Waarom reageert jouw brein met bepaalde klachten? En ja. heel vaak zijn dat psychische klachten, maar ook heel vaak lichamelijk. Ja, en dat is zo belangrijk. Ja. En uh, dat doet me ook denken aan onze podcast die we over hebben genomen over de moeilijke jeugd. Ja. Waar we het hebben over adverse childhood events. Ja. Dat zijn ingrijpende leesgebeurtenissen als kind. Heb ik heb toevallig ook een hele mooie post over gemaakt op, uh, op onze Instagram. Mm -hmm. <laughs> dus dan wordt het ook lekker visueel, wat ik nu zeg. Maar dan zie je dus eigenlijk ook dat voor heel veel psychiatrische ziekten, of ja, psychiatrische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld depressie, maar ook angststoornissen of uh, trauma uh, zelfs suicidaliteit. Um, dat toch wel tussen de 40 en de 60 procent van de klachten, die je dus misschien pas op 30 of 40 jaar geleden voor het eerst krijgt. Heeft dus te maken met negatieve ingrijpende ervaringen. die je als jeugd, in je jeugd hebt meegemaakt. Ja. En die dan puur op latere leeftijd geheractiveerd worden. Precies, dus die Adversive Childhood Events. Ja, precies. Ja. En dat is toch wel een heel groot percentage. Zeker op het moment. Kijk, stel je voor dat je dus. Uh, laten we even het voorbeeld van een depressie pakken. Stel je voor je, je afdeling gaat failliet. Ik kan me iets weer voorstellen. Stel je voor je afdeling gaat failliet. Dan, um, van je werk? Uh, van, je, van je werk inderdaad. Uh, of bijvoorbeeld dat je een scheiding meemaakt, of dat je een kind krijgt. Dat zijn allemaal ingrijpende levenservaringen. Um, nou, op het moment dat je dan dus somber daarvan wordt, dan kan je dus op dat moment door die trigger makkelijker in een depressie schieten. Ja. Um, maar wat je dan dus eigenlijk ziet, is: het is niet per se de trigger. Hè? Het is niet per se het ontslag, het is niet per se de scheiding, het is niet per se het kindje dat net geboren is. Wat die depressie veroorzaakt, het is meer dat omdat je dus uit je normale structuur komt of omdat er een trigger is, dat er iets van dieper, van lang geleden wordt geactiveerd. Het is gewoon een haakje. Ja, precies, het is gewoon een haakje. En jouw brein die denkt dan van, hé hey, wacht, ik herken dit gevoel. Of hé hey, wacht, dit is, uh, al mijn veiligheid is weggevallen. Dus ik ga reageren met een depressie. Ja. En vaak, ja, en zeker bij een depressie, zeg maar. Gaan, je kan dan op, um, op klachtgericht niveau heel erg gaan kijken van, hé. Hey, wat heb je nodig om uit dat patroon te breken in het hier en nu? Ja. Uh, dat is vooral geschikt dus voor die 40 tot 60 procent waarbij het minder of weinig te maken heeft met je jeugd. Um, maar een even groot percentage zitten dus ook onderdelen van de jeugd in, dat je zeker in die behandeling wil betrekken. Ja. Dus voor dit eerste gedeelte, kijk, zeker wordt jouw jeugd helemaal prima geweest. Er wordt helemaal niks geactiveerd, je wordt nooit getriggerd door niks. Dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld onze depressiecheck en onze, uh, ons daaraan gerelateerde depressietraject. Maar ja. stel je voor dat je uh, toch wel moeilijke dingen hebt meegemaakt vroeger. Of je het toch wel niet gezien of niet begrepen hebt gevoeld. Of misschien waardeloos zelfs. En als er, op het moment dat er dan een trigger is, ja, dan ga je dus veel meer terug naar je jeugd. En dan zou je veel eerder denken aan een kerngerichte aanpak. Van hé, hey, ja. wat heb je allemaal meegemaakt en, en, en waarom is deze trigger voor jou zo sterk? Ja, dan moeten we natuurlijk wel toevoegen dat eigenlijk iedereen moet eerst klachtgericht beginnen. Dus we zouden ook... Als je, ook al heb je een moeilijke jeugd... er zijn genoeg mensen... die met een klachtgerichte ja. methode... natuurlijk uit hun depressie komen. Maar er is ook een deel... die zeg maar hulp hebben gehad... voor dat klachtgerichte. Dus, dus eigenlijk hoe ik het een beetje zie... Je, je hebt een negatieve spiraal... waarin je komt als je een depressie hebt. Daar moet je leren uitkomen. Ja. En als je dat hebt geleerd... en je hebt nog steeds last van je depressie... of je merkt nog steeds er zit wat... Ja, dan moet je toch echt vaak terug naar de kern. Ja. En... Um, ja, dat is dus wat we doen met het kerntraject. En mocht je thuis luisteren en denken van... hé, hey, dit herken ik of dit lijkt me interessant... Um, daarover kan je meer informatie vinden... op www.christianijsja.nl slash kerntraject. En dan kunnen we even met je meedenken... of dat ook wat voor je is. Oké, okay, we hebben een heleboel gedeeld... Ook uh, zo, zo, een heleboel fun facts er doorgestrooid gestrooid. Dus dat is altijd wel... Uh... En laten we weer even terug naar de vraag gaan kijken of we nog iets moeten aanvullen. Precies, precies. Want de vraag was inderdaad, ik heb mijn klachten gegoogeld. Ik kom uit op angst als een depressie. Zowel angst als depressie. Is dat normaal? Eigenlijk is dat best normaal. En wat is normaal? Normaal is eigenlijk een beetje, als je, als je kijkt in de, in de statistieken van, van hoe wij kijken naar beelden. Dat is eigenlijk de 66 tot 95 procent van de maatschappij... Dat, is, dat valt onder normaal. En die ja. laatste 5% of 33% die, zijn wat, wat, die wijken wat af. Ja. Maar eigenlijk is alles ja, normaal. Ik denk dat we moeten niet zo zwart-wit naar kijken. Het is gewoon een statistisch. Ja, en dat term. komt dus heel vaak samen voor. Ja. Dus, um, en, en dat kan dus ook het ingewikkelde zijn. En ik denk, um, dus we hebben inderdaad heel veel over die overlap gehad. En over dat dat in dat fighter flight systeem, dat het een andere manier van vluchten is. Dus de uiting is anders eigenlijk. Yeah. Dus, de, hoewel misschien, waarschijnlijk tot op zekere hoogte dezelfde neurotransmitters betrokken zijn, dat er een grote overlap is in klachten. Um, je merkt dan toch dat het een ander type vluchtreactie is. Dus dat het stresssysteem wordt aangezwengeld. En waarbij je bij angst dus eigenlijk veel meer in die overalertheid gaat, yeah. ga je dus bij een depressie wat meer in de ik geef het op modus. En dat is eigenlijk een, allebei een manier om met die klachten om te gaan. Ja. Yeah. En ja. bij een depressie dan, ja, dan slaat het wat meer op je emoties. Naar en binnen de... toe, hè? Dus eigenlijk ja. een depressie is meer geïnternaliseerd naar binnen toe. En een angst is meer geëxternaliseerd naar buiten toe. Je bent wat meer voor de externe prikkels bang als het ware. En bij een depressie sla je meer naar binnen toe. En, en uh, schaal je in je holletje en blijf je zo kalm mogelijk. Zo veilig mogelijk op de onveiligste manier. Ja, ja, ja. precies. En bij een angst heb je dan natuurlijk wel dat je dus heel erg alert kan zijn. En dat de bezorgdheid in je hoofd kan zitten. Ja. Um, maar ja, het is hetzelfde mechanisme, heeft dus bij beide wel een groot aandeel. En een angst en een depressie, die kun, kan dus tegelijkertijd uh, samen optreden. En wat daar dus wel het lastige van is, is ten eerste dus als je naar de hulpverlener gaat, dat waarschijnlijk één van de twee op de voorgrond staat en de behandeling, die verschilt ook wel wat. Ja. Dus dat is een beetje het ingewikkelde. Dus de kans is groot dat je de, de klacht die wat meer op de voorgrond staat, dat je eerst daar je behandeling op richt. Um, maar het negatief is dus wel dat de kans van slagen wel iets lager is dan als je één van de twee hebt. Juist ja. omdat die op de oppervlakte die beelden best wel van elkaar verschillen. En hetzelfde geldt voor de antidepressiva. De kans dat je gelijk de eerste kans, de eerste keer dat je zo'n middel slikt, gelijk de jackpot haalt, uh, raakt. Dan die kans is wat kleiner dan als je één van de twee hebt. Ja, dat is wel interessant. Uh, zo heb ik er niet inderdaad over nagedacht. Dus ze komen eigenlijk. Concluderend, angst en het komen vaak samen voor. Maar als je ze wil behandelen, heb je eigenlijk wel twee verschillende methoden nodig om eigenlijk allebei te kunnen raken. Om het even zo. Ja. Ja, ja precies. Dus ook de cliënten die ik dan behandel, die zowel angstig zijn als depressief zijn, dan, dan merk ik gewoon dat ik een hele flexibele insteek heb om die klachten te behandelen. Ja. Dus dan kijk ik gewoon echt per week van even van, hé, hey, wat staat er op de voorgrond? En hoe linkt dit? En wat is oorzaak en wat is gevolg? Want het is dus ook heel logisch, kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld een paniekstoornis hebt... en dat je de hele tijd hartkloppingen krijgt en dat je de hele tijd denkt... Nou, ik ga flauwvallen of ik ga dood of ik krijg een hartaanval. Ja, dan trek je dus een stuk meer terug. Maar dan sluit je dus eigenlijk ook af voor een heel groot deel van je leven. En dan is het heel logisch dat je als gevolg daarvan somber en neerslachtig wordt. Want ja, eerst uh, werkte je misschien, eerst ging je naar de supermarkt, eerst ging je leuk naar feestjes. Yeah. Alleen nu doe je dat niet meer omdat je die paniekaanvallen hebt... En ja, als gevolg zit je thuis. Ja, we hebben allemaal tijdens uh, de, de C-periode meegemaakt. Ja, als ja. je te lang thuis zit, ja, je leven wordt er niet bepaald leuker op. Op een gegeven moment heb je je hobby's wel thuis een beetje erdoorheen gejast. Ja, precies. Dus dan moet daar wel een vervanging voor komen. Of je moet door die, die paniek heen gaan breken. Ja. En ook andersom. Kijk, als je heel lang al somber bent en thuis zit... en heel erg neerslachtig bent... nou, door, door die negatieve gedachten vanuit de depressie dat voedt elkaar ook telkens. En als je telkens maar weer negatieve gedachten hebt, dan kan je ook een beetje angstig worden van die negatieve gedachten. En je kan ook angstig worden voor de toekomst, want hè, je hebt misschien het gevoel van hé, hey, het leven is zo hopeloos en dan kan je vervolgens weer angstig worden van hé, hey, wat nou als ik mezelf iets aan ga doen omdat ik het niet meer zie zitten? Of hmm. je kan ook vanuit je depressie dat je dan weer eigenlijk angstig wordt van omdat je eigenlijk zo weinig prikkels krijgt en dat alles gewoon geleidelijk slechter wordt omdat alles negatiever wordt. Ja. Yeah. Ja, ja, ontzettend interessant. Ze zijn eigenlijk buren van elkaar, als je zo kijkt. En, en uh, als laatste aanvulling, en dan uh, mogen we afsluiten. Ik. Ja. Um, wat dus wel het ingewikkelde is van angst en een depressie tegelijkertijd, is dat um, het is niet alleen dat je in gevecht bent eigenlijk met je mentale stoornis, om het even zo te zeggen. Maar het is ook, je mentale stoornissen zijn een beetje in gevecht met elkaar. Want de angst die zegt dus eigenlijk van hé, hey, je moet de controle terugpakken. En die, wil gewoon, die is heel erg alert en die wil heel erg piekeren en, zor en zorgen maken... en controle krijgen op de situatie. Um, terwijl de depressiekant van jou, die denkt dan eigenlijk van... hé, hey, laat maar zitten, ik geef het op, het heeft geen zin meer. Yeah. Dus de depressie die maakt je heel erg moe en heel erg lusteloos. En die vertraagt je eigenlijk heel erg. Terwijl de angstkant, die heeft zoiets van... nee, hey, we moeten controle terugpakken en ik ben alert en we moeten... Uh, we moeten ons zorgen maken. We moeten nagaan denken over hoe we dit op kunnen lossen. Dus dat is eigenlijk ook weer dus zo'n andere uiting. En dat die twee, ja, die, die gaan het nooit eens met elkaar worden. Nee, precies. En dat kan heel vermoeiend worden. Want dan denk je van, nou, aan de ene kant ben ik, uh, lig ik plat op bed. En ben ik lusteloos en heb ik nergens zin in. En aan de andere kant ben je dit aan het piekeren en je zorgen aan het maken. En helemaal proberen, ik ga dit veranderen en ik ga dit fixen. En, maar hoe dan? Ja, volgens mij een combinatie van Eckhart Tolle en van... Een of andere monnik uit Vietnam. Die zei ook: van als je te veel in de toekomst leeft, word je angstig. Als je te veel in het verleden leeft, word je depressief. En als je het nu leeft, dan heb je interne rust. Ja, tenzij dat je dus allebei de ziektebeelden hebt, dan uh, is dat tamelijk onrustig, kan ik me voorstellen. Ja, maar ja, goed, dan ga je natuurlijk naar voren, naar de toekomst, ja. naar het verleden. Dus het gaat alle kanten op. Oké, okay. nou ik denk dat we de vraag wel hebben beantwoord. Heb jij nog een tip van de week? Ja, zit dus ik heel veel ja. te denken, want normaal kan ik in ja. één hoek denken. Alleen dit, 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 op de oppervlakte is het zo tegenstrijdig inderdaad. Nou, ik zou denk ik vooral zeggen van um, maak een overzicht voor jezelf van hé, hey, welke klachten heb ik nou op dit moment? En, 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 en kijk inderdaad of je jezelf herkent in dat je dus uh, aan de ene kant heel erg neerslachtig voelt en aan de andere kant dat hele rusteloze alerten. Ja. En op het moment dat dat zo is en je bent bijvoorbeeld in zorg. Uh, bespreek dat dan met je therapeut ja, of met je huisarts. Hè. De eerste stap is vaak voor de meeste mensen: ga naar de huisarts ja. en later, dus de therapeut. Dus eh, ik denk vooral op het moment dat je misschien ooit, al uh, ooit of nu gediagnosticeerd met, uh, bent met een depressie of een angststoornis, mm -hmm. um, kijk ook na of je jezelf herkent in de ander. En is dat dan zo, bespreek dat dan met je hulpverlener. Ja. Dat dus dat je zo uh, ook de visie van de hulpverlener verbreedt. Want misschien zit hij ook helemaal op de depressieroute... Dat hij de angst een beetje over, over het hoofd ziet of van de zon. Ja, precies, dat is ook vaak een valkuil. Hè? Als je zeg maar. Je, je bent ook selectief aan het luisteren als hulpverlener. Dus als je dus inderdaad een verhaal hoort en denk van oh ja, depressie. Maar als je dan doorvraagt: maar ja, goed, hoeveel tijd heb je als huisarts? Ik, uh, psychische consulten bij de huisarts, ja, in een kwartiertje succes. Dan, dan krijg je nee. vaak echt maar een deel. En dan moet je iemand vaker spreken om echt bij de diepere diagnose te komen. Dus daarmee help je wel de hulpverlener als je dat op papier zet, om een duidelijker beeld van jezelf te krijgen, zodat je inderdaad dit soort dingen niet mist. Ja, dus dat is ook een leuke tip. Dus als je geen, uh, uh, geen uh, depressie of angst hebt, maar je gaat naar de huisarts, schrijf van tevoren de vragen op die je wil stellen, zodat de huisarts goed uh, gericht kan luisteren. Ja. En dan kan je wat meer de diepte in, in plaats van dat je een beetje aan de oppervlakte blijft in het kader van tijdsnood. Precies, nou goede tip van de week. Bereid altijd gewoon je spekken voor... zodat je niet uh, een half uur een heel verhaal uh, hoeft uit te hangen. Want de huisarts die probeert ook selectief te luisteren... en jou selectief zo snel mogelijk te helpen. Nou... We hebben denk ik wel vragen beantwoord van onze luisteraar. En voor jou thuis, vond je dit een leuke podcast? Vergeet dan vooral niet je te abonneren op ons kanaal. Of een beoordeling achter te laten. Of een sterretje achter te laten. Dat zorgt ervoor dat onze podcast eigenlijk gedeeld wordt naar mensen die er wat aan kunnen hebben. En we zien ook zo nu en dan dat mensen onze podcast delen. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel het dan vooral met je vrienden of deel het op je verhaal of op je pagina of waar dan ook. Want het zorgt er echt voor dat andere mensen hier ook een heleboel aan kunnen hebben en verder kunnen met hun leven en mentaler gezonder zijn. Zou ik zeggen voor nu: dankjewel voor je aanwezigheid, Aisha. Ja, oké. graag gedaan. En uh, tot de volgende week, dan maar weer.